Het ministerie van Defensie heeft op 2 september met de workshop Zonder integriteit geen waardigheid een officieel begin gemaakt met de bewustwordingsactiviteiten om de integriteit van het personeel binnen het defensieapparaat te bevorderen. Voor minister Matura is integriteit meer dan het naleven van regels. Waar die ontbreken of niet helder zijn, moeten ambtenaren in staat zijn om op moreel verantwoorde wijze te oordelen en te handelen. Leidinggevenden van de verschillende afdelingen moeten dit onderwerp en de aandachtspunten nu verder bespreken met hun personeelsleden, zodat de theorie kan worden omgezet naar de praktijk. President Santokki heeft afgelopen dinsdag tijdens een ontmoeting diverse zaken besproken met de districtscommissarissen. De belangrijkste knelpunten zijn de primaire en secundaire voorzieningen, maar ook over het gebrek aan transportmiddelen. Verder zijn ook de problemen met betrekking tot veiligheid en drinkwatervoorziening aangekaart. Directoraat Landbouw van het ministerie van LVV heeft samen met de studierichting Agrarische Productie van de ADECUS een voedselverwerkingstraining verzorgd. De beide instituten werken zo aan het stimuleren van ondernemerschap middels productiegerichte trainingen. 13 personen hebben deelgenomen aan de training. Het ligt in de bedoeling dat het ministerie en de universiteit vaker trainingen gaan verzorgen.